We mogen buiten zingen op 1,5 meter, maar we zijn al zo blij dat we dat mogen, dat we het echt helemaal prima vinden. Ik ben muzikant en dat houdt in dat ik koren dirigeer. Het is echt heel lekker om weer aan de slag te mogen zijn en ja, gewoon lekker met z'n allen muziek te kunnen maken. Jullie hebben niet kunnen repeteren, hoe lang niet? We zijn natuurlijk meteen gestopt toen de coronacrisis begon. Toen hebben we het nog eventjes weer opgepakt in september en oktober. Maar daarna mochten we ook niet meer in groepen samen zingen, dus toen lag het alweer stil. Nou, wij doen vooral christelijke popmuziek en ook wel gewone popmuziek ernaast, maar dan wel de rustige liedjes, zeg maar. Dus ja, een beetje een combinatie van die twee dingen. We zijn met een stuk of 25 zangers en zangeressen. We hebben niet zo heel veel mannen. We hebben maar 4 mannen helaas. Dus de mannen die we hebben, die koesteren we enorm. Je zit hier nu in jouw thuisstudio, bepaal jij hier wat het koor gaat doen? Ja, maar wel in overleg met het koor hoor. Koorleden kunnen zelf altijd suggesties insturen voor liedjes en die arrangeer ik dan voor ze. Dus als ik denk, hé, dit is een tof nummer en hier kunnen we iets mee, dan ga ik hem helemaal uitwerken voor 4-stemmige zang en dan gaan we zingen. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Het viel me heel erg mee hoe het ging en ik ben heel erg blij waar het niveau nog is gebleven. We hebben er ook wel heel veel aan gedaan in die zin. We hebben veel online repetities gedaan via Zoom en alternatieve filmpjes gemaakt en uitleg over zangtechniek. En daardoor denk ik dat we nu ook nog wel redelijk op niveau zijn.